De Weemschool in Voorthuizen had vandaag een sponsorloop voor Stichting SOA. Zo moesten leerlingen van groep 7 en 8 met 6 liter water op hun rug een sponsorloop lopen. Nou, de kinderen hebben allemaal een blauwe rugzak op hun rug. Waarom? Nou, ze gaan zo meteen een sponsortocht lopen. Ze heet Wandelen voor Water. Ze gaan 6 kilometer lopen met 6 liter water op hun rug. Nou, er komt 2 keer het getal 6 in voor. Waarom 2 keer de 6? Geen idee, volgens mij is dat toeval. Maar het is wel behoorlijk zwaar, dus ik heb respect voor ze. Waarom lopen ze eigenlijk met 6 liter water op hun rug? Nou, we vinden het goed om kinderen bewust te maken van de problemen in derde wereldlanden. Het zijn kinderen van hun leeftijd die gewoon 6 kilometer moeten lopen, soms meer, soms minder, om schoon drinkwater te krijgen. En daarvoor gaan we deze tocht lopen om geld op te halen, zodat we die kinderen kunnen helpen. We zien al een fix aantal leerlingen. Welke groepen doen er mee vandaag? De tocht is voor groep 7 en 8. In totaal gaan er 94 leerlingen gaan de tocht lopen. Heeft u enig idee hoe hoog de opbrengst kan zijn? Ik heb het nog niet uitgerekend. Ik heb geen schatting gemaakt. Maar er waren kinderen bij mij in de klas die hadden €50 opgehaald. Sommigen 80. En het leuke is als we deze week de tocht lopen. Omdat maandag was het Wereldwaterdag. Wordt de opbrengst verdubbeld door Aquaferol. Ga je nou zelf ook met 6 liter water op je rug lopen? Ja, dat klopt ja. Ik ga ook met 6 liter water lopen. Ja. Er was, op het laatste moment is er ook een sponsor gevonden. En, ik ga meedoen. Nadat het startschot gegeven werd, konden de kinderen per groepjes aan de lange en zware tocht beginnen. Nou, terwijl ze op de achtergrond aan het lopen zijn met 6 liter water op hun rug, zei jij ons met een interview. Hoeveel liter heb jij achterop? 6,5. Waarom heb jij 6,5? Omdat een vriend van mij die heeft last in zijn rug. En dan ging ik wat voor hem dragen. Hoeveel geld ga jij ophalen, denk je? Ik heb al €10 opgehaald. En weet jij ook waar het uiteindelijke opbrengst naartoe gaat? Maar SOA. Wandelen voor water. En weet jij wat dat inhoudt? Dat wij ook voelen hoe zwaar die kinderen het hebben die in die landen ook dit moeten doen. En dus eigenlijk moeten wij dat voelen. Ondanks de 6 liter water achter op zijn rug heeft deze jongen nog genoeg energie om bij de groep aan te sluiten.